dan de helft van de Nederlanders heeft slechte ervaringen met Chinese webshops. Dat blijkt uit onderzoek. Ik had zo'n waterpik gekocht. Dat is een ding om je tanden mee te spoelen. Voor maar 3 tientjes. Ik denk, nou, ik doe dat. Ik kreeg gisteren een doos thuis bezorgd. Allemaal Chinese tekens erop. Dat is gewoon for your teeth. Zonder H erachter. Dus er stond er allemaal spullen buiten. En het ding zag er eigenlijk zo gammel uit. Ik durfde hem niet eens in stopcontact te doen. Oh, weet je wat ik ook zag? Een meisje die had een croissantlamp met zo'n soort laagje eroverheen. En toen zag ze het op de nachtkastje liggen. En daar kwamen allemaal mieren onder, had ze gezien. Dus zij is dat ding gaan ontleden. Is het dus gewoon een echte croissant waar een lamp in is geduwd? Ja, dat is niet normaal. Wow. Zit er iemand te luisteren die al een tijdje aan de anabole steroïden zit? Ja. Hey, Toon, zit jij aan de anabole steroïden? Ja, daar zit ik zeker aan. Hoe lang al? Zeker een maandje of 8. En ik moet zeggen dat het perfect werkt, hoor. Maar waarom ben jij hiermee begonnen? Gewoon puur dat je groter wilde worden? Ik wil toch wel een beetje gezien worden natuurlijk. Als ik toch wel buiten loop en dingen. En ik hou ook naar de disco en zo. Dus dan vind ik dat toch wel prettig dat vrouwen toch wel naar me kijken. En hoe gaat het, zeg maar... Want je bent nu groot voor de vrouwtjes. Wat is er met je zaakje? Werkt dat nog? Oh, met mijn piesemisje. Ja, dat is ook wel minder natuurlijk. Maar luister, dat is toch precies wat je niet wil? Nee, dat wil je zeker niet. Maar ja, daar hou je niet tegen. Het is het een of het ander natuurlijk. Ja. Hè? Maar wordt hij ook kleiner? Ja, ik merk er nog weinig van. Ik heb hem gisteren nog in mijn hand gehad. En toen dacht ik van ja, nee, dit is toch wel goed. Ja, maar je hand wordt groter ook. Ja. Leo, verkeersergernissen. Belgen. Nou ja. Ja, ja. Hoezo? Ja, ik begrijp jou helemaal, Leo. Maar vertel. Hoezo? Ik woon in Zeeuws-Vlaanderen, dus we zitten tegen de Belgische grens aan. En ze kunnen geen borden lezen. Ze weten niet wat voorrang geven is. 60 rijden op 80 wegen. 80 waar je 100 mag. Met 50 invoegen op een 100 kilometer weg. Daar kan we wel even doorgaan, maar... Nee, ik ben nu ook geïrriteerd. Uit, ja, ik begrijp het helemaal nu. Jeetje, joh. Marielle, verkeersergernissen. Waar ik gewoon echt lekker een hartkleppen van krijg... is het feit dat het een derde of vierde baan is. En dan gaan we allemaal in een treintje de twee linkerbanen. Ja, en dan gaan we inderdaad. Ja. Doe jij dan iets? Ga je dan... Mijn plan door. Ah, en die voorste in dat treintje, is dat dan een Belg? Nou, ik moet lachen, want mijn vriend die zit beneden te luisteren en die is Belgisch, dus die gaat helemaal stuk. Ik heb vanochtend voorgelezen in de klas van mijn zoontje. Oh. Nou, als jij dat 10 jaar geleden tegen mij gezegd zou hebben, echt waar, dan zou ik hebben gezegd, voor nooit! Hoe was het? Nou, denken jullie A, dat het heel gestructureerd ging, dat die... B! Dat is chaos! Niet, ja. Echt chaos. Het is moeilijk, hè? Ik zei ook tegen die juffrouw, ik zeg, ja, hoe ging het? Waarop zij zei, ja, het was anders. Ja. Ja. Wat je dus niet moet doen als er 25 kinderen voor je zitten... is open vragen stellen. Nee. Je moet geen nul ruimte voor interactie geven. Want dat had je kwijt. Dat niet eerder kunnen zeggen? Maar ik had nooit verwacht dat jij dit zou doen. Wat is jullie lievelingsdier? Leeuw, tijger, panda, olifant, nijlpaard. Dus Rachel Hazes, die heeft haar kind André Hazes genoemd. Ja. En nu zegt ze, ja, hoes eventjes, dat is de naam van je vader. Daar treed jij mee op. Mensen kunnen denken dat jouw vader daar dan staat. En ik denk ook hardop, hè. En die naam is van mij. Want Rachel Hazes is de eigenaar van de naam André Hazes. Ja. Dus zij heeft zoiets van, ja, mijn zoon mag daar niet meer optreden. We gaan Clarice Stenger eventjes bellen, hoe dit juridisch allemaal zit. Clarice, goedemiddag. Goedemiddag. Krijg jij hier ook hoofdpijn van? Ja, want ik denk, had hem nog geen André genoemd. Nou. Ja. En daar kan hij toch ook niks aan doen, want hij heet nou eenmaal zo. Ja. Ja, dat heeft zij ook dus ook bedacht. Ja. Een hele kleine wijziging, een streepje. Als je het streepje weghaalt, dan heet hij André Hazes. André. Ja, briljant. Ja.